Verder hebben wij in de vakantietijd zijn we geconfronteerd geweest met het feit dat ADHD-kinderen niet meer in het ziekenhuis terecht kunnen. Daar zijn we van geschrokken. En daar hebben we een brief naar het college toegestuurd van hoe is dit mogelijk. Nou, dat zijn dus dingen waar je als lokaal allemaal samen alert op moet zijn. En verder waren we erg verrast dat in één keer er een tekort van 2 miljoen BZW zit. Althans 5 miljoen tekort. Tot 6 miljoen, dat is nog niet helemaal zeker. En dat kost ons allemaal nog, zo 2 miljoen extra, dat wisten wij niet. Daar werden wij mee overvallen. En dat zijn dingen die spelen. En wij willen toch wel dat we als lokaal allemaal samen snel en goed worden geïnformeerd over wat er aan de hand is. Vooral omdat het financieel nog steeds niet al te best is allemaal. Nou kijk, waar het hier om gaat is dat de Rijksoverheid naar de gemeentes toe te weinig geld geeft voor hun sociale vraagstukken. Het bedrijf Soweco, dat loopt fantastisch. Wij maken elk jaar een winst van 2 miljoen ongeveer. En wij storten dat terug naar de gemeentes toe. En als dat gebeurd is, dan hebben de gemeentes nog steeds een tekort, omdat de Rijksoverheid hen elk jaar weer minder geld geeft. Waarom moeten wij dat uit de media vernemen? Want dat vinden wij dus inderdaad niet professioneel. Wij hoorden als raadsleden als eerste te weten, omdat het bij ons van groot belang is. Want wij kunnen allerlei plannen hebben, maar als het geld er links uitrolt, ja, dan heb je het rechts dan niet meer in. Nou, ik ben zelf bij de gemeenteraden ook afgelopen jaar geweest. Halverwege vorig jaar, nog voor de zomerreces nog wel. Daarin hebben we ook meerjarenplanning op tafel gelegd. En we hebben meerjarigen laten zien. Als u niets doet, dan gaat u in de komende jaren een aantal miljoenen erbij betalen. En dat is niet alleen 2017, maar ook 2018 en 2019 en ook in 2020. En dat betekent dat het verlies gaat verdubbelen. En dat mogen wij ook eisen van het college. Want wij zijn ervoor aangesteld door de bevolking om het bestuur, het college, te controleren op hun uitvoering. En dat kunnen we alleen maar doen als we de juiste informatie krijgen. Nou, dat is een punt van aandacht waar wij als lokaal allemaal samen toch echt wel de vinger op willen leggen dat dit jaar beter wordt.